een SOS-signaal afgegeven, dus het kan zijn dat iemand daar aan de problemen is. Er staat dus iemand hier met een sniper bovenop. Hij heeft mij nog niet gespot, geloof ik. Er is een moord gepleegd, de dader is gevlucht. Ja, en zo spotte ik hem ineens en zo ging hij er ook meteen vandoor. Oh, dat is een puma. Hoe ga ik die vangen? Now I'm finally right here with you. Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 Alice Privamor en vandaag ga ik pot met deze zieke Amarok, gemaakt door Modding Nederland. Ja, ik vind hem echt wel vet. Dit is blauw, dit is politie stop en politie volgen. Oranje zit erop. Ik geloof nog grote werkverlichting, kleine werkverlichting. Waar we nu naartoe gaan is naar een vermist persoon. Niet helemaal een vermist persoon, in ieder geval wel een prio 2. Hij kwam binnen als een SOS-signaal. Dus iemand heeft in dit gebied dus een SOS-signaal afgegeven. Dus het kan zijn dat iemand daar aan de problemen is. Meldkamer even opgeschaald als prio 2. Dat betekent dat we een beetje snelheid maken. Wat is nou nieuw? Of wat is nou nieuw? Wat is met deze Amarok? Hij heeft een nieuwe striping. Dat is die grote, dikke striping. Ik vind die echt wel vet staan op deze Amarok. Ik vind de Amarok sowieso vet. Nogmaals, Modding Nederland. Shout out hun. Of hem, of wie het ook is. Ik weet wie het is, maar ik weet niet of er meerdere mensen zijn. En ik vind het echt wel iets hebben. Die striping op, die striping in het algemeen, maar ook zeker op dit voertuig. Hij valt wat minder op. Kijk, op zo'n nieuwe of op zo'n kleinere B-klasse valt hij veel meer op. Ik vind dit wel vet. Maar goed, in de bergen kwam dus een SOS-signaal. Dat is dus een noodsignaal waarschijnlijk van een wandelaar of zo. En dat is dus niet mooi als dat daar komt. Het kan zijn dat hij wordt aangevallen door iemand of iets. Of dat hij gewond is of wat dan ook. Dus we gaan in ieder geval even zoeken. Waarom rijd ik hier? Nou, omdat normaal is de MarsJC natuurlijk bij het vliegveld. Maar die rijden ook gewoon in andere gebieden. En dit is helemaal op het uiteinde van de kaart, zeg maar. Dus wat we ervan maken is dat dit gewoon een grensgebied is met een ander land. Dus wij gaan gewoon lekker hier surveilleren en meldingen aannemen. Die er komen. Dus alle meldingen die we krijgen of die langskomen gaan wij aannemen. Het voordeel van een Amarok is, hij kan redelijk wel wat terrein aan. Hier dus ook. Nou, wat ik al zei, hier voor mij is dus mogelijk een persoon vermist. Of gewond, of in gevaar, of er speelt iets anders. Nou, ik zal voor dat we gaan klimmen. Voordat we gaan klimmen ga ik even kijken of het niet toevallig gewoon hier onder die brug al staat of loopt. Daar loopt een konijntje. Nou, het zou natuurlijk super handig zijn als we nu gewoon even via zijn luidspreker konden roepen. Hier is de politie. Want ja, ze zeggen bij de Camaro ook gewoon politie hoor. Als je mij hoort, laat het even weten. Geen tjoek. Nou, dan gaan we onze... Oh, daar staat hij. Ik zag hem net toevallig zo poef. Nu is hij weg. Ah, nou hier. Goedendag meneer. How's it going? We hebben een melding gekregen dat je mogelijk... Oké. Goed. Voor mij die identiteitskaart. Wim zegt tegen hem van dit is Wim trouwens, voor de mensen die hem nog niet kennen. We krijgen een melding van dat je mogelijk verdwaald bent, klopt dat? Hij zegt nee, ik ben goed, of met mij is niks aan de hand. Ik ben goed, ik weet niet wie daarvoor heeft gebeld. Nu stond er met de Griekse ei, press Griekse ei, om een ambulance via de lus, dus een traumahelikopter te bestellen als dat nodig is. Ja, die heb ik niet nodig. Ik kan ook verder niks meer, ik kan iemand de thee... Oh, sorry, ja, nu is hij dood. Als ze blijft liggen heb ik wel een trauma. Nee, niet slaan, niet slaan. Het was een grapje. Was niet nodig. Nee, hallo, kom op, hé. Daar heb je wel een luchtambulance nodig, gek. Noem maar even luchtambulance. Kom op, hé. Ja, nou goed, die komt toch maar. Hoek hem gewoon neer. Ga meewerken? Noem je Nokkie? Rijdt alsjeblieft prio 1. De traumahelikopter komt als... Zulu, wij gaan even die kant op.
Die kan hier nooit landen. Hij zou wel boven me moeten hangen. De heli hangt boven het slachtoffer. Ah, hier komt hij. Oh nee, waarom spring je nou, vriend? Ja, nu hebben we er twee. You may leave, the paramedics are taking over. Zoiets. Je kunt het gebied verlaten, de ambulance neemt het over. Dus de heli neemt het over. Nou top, die hangt daar. Dan gaan wij door. Drukken wij op de X in dit geval. Melding afgerond. En door. Deze melding is ten einde. Goed werk. Dankjewel. Oh god, oh. Ja, super tjus. Bericht voor alle wagens. Ja, dat heb ik net al. Er zijn geen eenheden meer nodig. Nee, dat was maar duidelijk. Dankjewel hoor. Hier staat iemand met een wapen. Mogelijk. Maar waar? Hallo. Er staat dus iemand hier met een sniper bovenop. Hij heeft mij nog niet gespot, geloof ik. Hier kunnen we omhoog. Mijn beret is soft, die hoeven ze ook helemaal niet op in het echt, geloof ik. Niet per se. Ik vind eigenlijk zo nog wel vetter uitzien. Ik weet niet waarom ik die beret altijd op laat. Pak onze klok. Politie! Laat vallen. Stop whatever the hell you're doing. Laat vallen. Op je knieën. Kom op. Stop. Police. Neerleggen. Neerleggen. Geen rare dingen doen. Ik ga je naderen. Bij elke verdachte beweging wordt er geschoten. Holy shit. Ben ik geraakt? Dat is wel leven namelijk, of ik wil niet meer hoe dat komt. Ik ben gewoon een, mijn hele schild zeg maar, of mijn vest is weg en een klein stukje van mijn leven, om het maar even zo te noemen. Nou, maakt niks uit. Ja, jou ga ik even fouilleren. Naar de achtervolging gaan. Of je verder nog dingen bij hebt die je bij mag hebben. En als dat niet zo is, of als dat wel zo is, dan heb ik die in ieder geval. En als dat niet zo is, dan ook goed. En dan ga ik een transportje deze kant op laten komen. Ja, hij had nog een sniper bij zich. Een collega vraagt om een assistentie. Nou, kom nog een kamer heen uit. Hier heb je hem. Alsjeblieft. Ja, zo raak ik mijn leven inderdaad wel kwijt. 12-013, 12-013. Pardon. 6, Lincoln, 12. Citizens report a homicide in Santiago State Mountain Range. Ga je alsjeblieft prio 2? Ja, prio 2. Je kunt me er wat. Ik ga gewoon prio 1. Hier is net een moord gepleegd. We willen daar natuurlijk beter aan iemand betrappen. Ja, tuurlijk. Als het verkeer toch een beetje slimmer was, dat ze niet... Oh, ja, oh, nu gaat het helemaal fout weer. Dat ze niet zomaar stil gaan staan, maar een beetje uitwijken. En vrachtwagens me ook zien. Hey, maar er is een mod voor. Ja, dat weet ik, maar... Dan moet je iets aanpassen. De handling ID van iets. Of de vehicles.meta moet je dan helemaal... vervangen. En dat wil ik niet, want ik heb zoveel aangepast voor alle voertuigen dat ik niet zomaar mijn vehicles meta kan en wil vervangen. Goedendag mevrouw, wat is hier gebeurd? Hey. Hallo meneer, zegt hij. Hallo sir, dus that's what he did. Oh wacht, zij zegt dat, sorry. Nee, ik snap het niet meer. Er is een moord gepleegd, de dader is gevlucht. Oké, rustig blijven. Heb je een ambulance gebeld? Ja, dus ze zijn onderweg. Heb je informatie over het voertuig of de verdachte? Ja, in een, hij reed in een Bison, nummerplaat was ja die, dat. Oké, dankjewel voor de informatie hoor. Oké, OC, of OPS moet ik zeggen. Graag dat voertuig even in het systeem zetten. Voor, jullie weten wel, ANPR. Ik ga een ambulance vragen. Die moet van ver komen. We have a code 99 in Santiago.
En die auto, oh nee toch. Ja. Goed, weet je wat ik ga doen? Ik zie jullie zo meteen wel als ik dat voertuig te pakken heb. Want ik moet eigenlijk hier de snelweg op. Gassen, gassen, gassen. Ik vermoed dat ik hem pas hier pak. Maar dat weet ik niet zeker. En die ambu ga ik even wat dichterbij komen. Ja. Collega, wat is het? Heb ik assistentie gevraagd? Ah, blijkbaar wel. Verdachte rijdt in een auto. Ja, duidelijk. Blijven jullie bij onze slachtoffer? Ja, dus dat doen ze. Dan ga ik snel verder. Zij nemen de taak van het bewaken van het slachtoffer over. En daarbij dus ook... Ja, dat snap ik. En daarbij ook, mocht het slachtoffer zijn overleden, gaan ze ook de lijkschouwer oproepen. Nou, wij gaan snel naar onze verdachte. Ik zie jullie daar zo meteen wel. Hij heeft de snelweg verlaten en hij staat hier, als het goed is, ergens stil. Ik weet helemaal niet hoe een bison eruit ziet. Ja. En zo spotte ik hem ineens en zo ging hij er ook meteen vandoor. Zitten collega's bij? Remmen, 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 B-klasse. Vuurlijnen, collega's, maar let op. Uitstappen! Oh, ik ben aangereden. Verdachte rijdt verder. Sta op, Wim! Man. Oh, 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 draai, draai, draai. Is niet de snelste auto. Ik wilde proberen hem daar in die greppel, of weet dat, te duwen, maar dat ging niet. Ik ben hem nu wel aan het. Ik heb neer het gevoel dat mijn pit, tot mijn schot raak was. Ja, dit is levensgevaarlijk natuurlijk. Nou, Wim is niet zo snel rennen vandaag, ja. Spoed 1 in deze kant op, want hij rent door een tunnel. Ja, ik ga echt niet rennen. Hè. Kijk eens hoe langzaam die rent, joh. Rijdt alsjeblieft prio 1. Ja, nu is het klaar. Omhoog, je handen. Zo. Dat ging soepel, allemaal. Geen op- of aanmerkingen over mijn rijtechniek in de tunnel. Dat was gewoon perfect. Vijf reten. Meer kan ik niet van maken. Ik ga even hier en dan ga ik jou heel snel de weg laten gaan. Oké, top. Dat is
ga even één weghelft vrijgeven, dat is waar ik op sta. Ik kan daar het verkeer doorrijden en hopelijk ook de transporteenheid. Zo, de verdachte gaat mee met mijn collega. Ik ga even kijken of die auto nog in die tunnel staat, want dan moeten we die natuurlijk wel even gaan weg laten slepen. Nee, die is weg. Mooi. Kunnen we door? Bumperklever? Ja, vind ik wel. Ja. Typisch weer. Ga eens bevragen wat het probleem is. Goedendag. Hi. Arabes. Ik ga het volgende kenteken. 87 Hotel Romeo Foxtrot 982. A traffic violation. A traffic violation. Proceed with caution. Is het niet zo handig als je mij gaat bumper kleven, want je voertuig is niet meer verzekerd. Dus die mag niet verder rijden. Dan krijg je wel een sowieso een bekeuring voor. Wat voor een no insurance. Die. En dan wordt voertuig automatisch in beslag genomen. Dus dat is een straf genoeg. Bumper kleven laat ik dan voor wat het was. Voertuig wordt meegenomen. Bekeuring. Krijg je thuis gestuurd. En dan kunnen we met vervolg. Zitten ze daar aan te racen? Jazeker. Kan ik daar komen zo? Oh ja zeker, daar hebben we de allemaal ook voor. Ideaal, de Amarok in dit gebied. Want er zitten er hier twee te racen. Welke pakken we? Graag wat eenheidjes steeds kan op, eentje voor de andere verdachte als mogelijk is. Uitstap. Dat Audi erbij. Eén verdachte is ontsnapt, dan maakt niks uit. We focussen gewoon op deze. Oh, dat was geen Audi, dat was een B-klasse. Hij reed zo snel voorbij dat ik dacht van, ah, ik ben leidend. Nou, ik ben leidend. Oké, okay, nu remt hij weer af. Zie je? Collega's, hier schieten we niks mee op. Hoge snelheden, ik kan niet zien hoe hard we gaan. Maar het is hard. Daar loopt iemand hier, ja. Te gek. Kan zijn voertuig nou een Amarok wegduwen? Ah, ja, jezus. Ik ben even niet aan het opletten. Ik was even op de kaart aan het kijken en dan gaan ze even stilstaan. Moet je er gek van. Ik ga de achtervolging staken. Waarom? Omdat het te gevaarlijk wordt. Ik ga niet iedereen zijn leven hier op het spel zetten. Omdat één iemand, of omdat twee personen waren aan het racen. Die wil duidelijk graag ontsnappen van
mij en mijn collega's, dus ik laat hem lekker gaan. En ik zie wat de dienst mij verder nog gaat brengen. Maar dit is veel te gevaarlijk om hier met 150 over deze weg te scheuren. Dus in het kader van realisme kap ik de melding af. Gaan wij niet verder met achtervolging. Collega's mogen dat, moeten dat zelf weten. We hebben vast wel een kenteken kunnen achterhalen. Voor later. Dan krijgen we wel een privémelding iets verderop. Een dier probeert iemand aan te vallen. Of iemand wordt aangevallen door een dier. Ja, ja, ik ben er. Wat is er? Wat voor een dier is het? Oh, dat is een puma. Hoe ga ik die vangen? Hoe doe ik dat? Oh, stap in. Ja, dat boeit me niks, die straat. Hoe ga ik dat beest vangen? Ja, hoe ga je... Ja, rustig. Ga eens weg uit dit gebied dan. Dat is gewoon een dier. Ik ga hem gewoon weghalen hier. Ja, nu rijd ik hem aan. Oké. Okay. Ben jij lief? Oh shit. Je lijkt niet lief. Je lijkt helemaal niet lief. Waar is dat beestje? Kom hier. Push, 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 push. Push, 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 push. Help. Wat moet ik ermee doen? Kan ik hem aanhouden? Ja. Ben je nu lief geworden? Ah, je bent lief geworden. Nee, je bent niet lief geworden. Help. Wat, ja, wat moet je met deze mod? Kun je iets voor dat beest aanvragen? Nee. Ik was even niet aan het opletten. Ja, wat moet je ermee? Wat moet je ermee? Laat me weten in de reacties. Doodschieten vond ik ook zo zielig, maar nu heeft hij mij doodgemaakt. Ja, ik ben aan het denken. Ik denk dat het wel goed geweest is voor vandaag qua meldingen, qua video maken dan. Dus ik jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. En ik zie jullie graag op een paar dagen bij een nieuwe video. En ja, meer heb ik niet te zeggen. Als je een leuke auto vond, je kunt hem downloaden. Ik zal hem in de beschrijving zetten. En laat zeker een blauw duimpje achter. Ik zeg tot de volgende keer. Doei!